Ik ben Oeders, ik ben vice-Belgisch kampioen beatbox en ik ben ook een producer. Ik gebruik mijn beatbox ook om ritmes in te beatboxen op mijn laptop om zo die ritmes uit te bouwen. En dat is het eigenlijk ongeveer. Ik ben eigenlijk begonnen, ik heb eigenlijk hip-hop leren kennen via mijn broer. Die was rapper en ik ben toen beginnen produceren eigenlijk voor hem. En zo ben ik stilletjes aan in de hip-hop wereld gerold. Maar ben niet alleen in dat hip-hop wereldje gebleven. Qua produceren heb ik ook nog een beetje andere stijlen uitgeprobeerd. Zoals ja, breakbeat, dat er wel een beetje tegenaan ligt. Maar ook meer chill-out muziek en drum en bass. En ik probeer eigenlijk alles van muziek uit, maar ik blijf wel zo, zoals het samplen en zo, blijf ik wel gebruiken in alle stijlen. Dus die grond van hip-hop blijf ik in elk nummer wel steken. En zo ben ik ook in contact gekomen met beatbox. Beatbox is eigenlijk mijn main craft geworden toen ik in contact kwam met Roxer Loops. Toen ik zelf nog producer was bij Empedocles, een hip-hop groep die ik in het verleden had. En het is eigenlijk op die moment dat ik begonnen ben met beatbox, maar eigenlijk heb ik zowat alles een beetje uitgeprobeerd in dat beatbox. Ik heb zitten scratchen, ik heb in een onbevangen moment heb ik even proberen breakdansen, maar ik was er niet atletisch genoeg voor. En ja, dus ik heb eigenlijk alles, en rappen heb ik ook geprobeerd, ik heb alles wel geprobeerd. En waarom ben ik eigenlijk met dat beatboxen gebleven? Omdat het ten eerste mij het meest interesseerde, samen met produceren, en omdat ik er simpelweg ook gewoon beter in was als een breakdansen of whatever. Want ik heb het altijd wel een beetje in mij gehad, de wil om ergens topniveau te zijn en niet just one of them. 6 maart open stage, allemaal komen naar Molenbeek. Ik ga er beatboxen, er gaat een battle zijn, een beatbox battle. En ik ga er ook een paar nieuwe dingen proberen laten zien. Gewoon komen. Ladies and gentlemen, 6 of March. Oh,